Hakje van Hersie, Poupon. Poupon, Poupon. Bal afgeketst, maar dan zit hij er toch in. De herkansing is wel raak voor Poupon. Het lijkt hier eigenlijk voorbij. Bal gestuit, maar dan krijgt Poupon een herkansing en door de benen van... Het is weer Poupon die scoort. De Graafschap weer op voorsprong. 1-0 achter, 2-1 voor, 3-2 voor. Utrecht lijkt helemaal in de war. Hier is de Ridder, de Ridder. Oh, wat is die mooi zeg. 2-2, een doelpunt dat je er ook wel aan ziet komen. Omdat Utrecht zo de weg kwijt is. Prachtige goal. Van de inval. Zo is hij Nijl kwijt. En dan schiet hij hem schitterend achter Michel Vorm. Het voorbereidende werk is al fraai. Maar de uithaal misschien nog wel mooi. 2-2. Die toch makkelijk verlost is van Davids. Ook Ziemling doet niets. En hij scoort ook. De aanvoerder van de Graafschap neemt zijn ploeg op sleeptouw. Sillessen is geklopt. Moesloen al wat Toglu. Hier zet hij het helemaal zelf op. Wint hij kinderlijk eenvoudig van Davids. Is ook Ziemling makkelijk de voorzitter. De Ridder, nu wel, Poupon, wat geraakt, laat al, maar de bal vliegt erin. En de Graafschap neemt een 1-0 voorsprong. Het is op het randje van de 23e minuut. En voor zover er sprake is van een partij die wat makkelijker voetbalt, is dat zeker de thuisclub. Het is Poupon met zijn zesde. En de Graafschap lijkt tegen de Roda. Addo. K. Moeizaam. En niet al te best uitverdedigd. Poupon. In één keer. Hij controleert. Poupon is 2-0 voor de Graafschap. Binnen 4 minuten. Nadat de ploeg weer. Dacht ik dat hij die bal in één keer zou moeten nemen. Om sowieso een kans te maken op de tweede treffer. Maar hij krijgt de gelegenheid om de bal aan te nemen. Komt dan wat beter uit. Om het over de grond te proberen. Doet dat. En noteert binnen 5 minuten 2 treffers. En een blessure. Poupon. Roda stapt. Poupon gaat zelf. Gaat hij het beslissen met zijn derde van de avond. Rydell Poupon. Die doet hij nou. Rydell Poupon. We hebben in ieder geval de wel de beste pakken. En hoe gek het ook klinkt. Hij had er wel 5 kunnen maken. Deze derde of zijn naam vanavond zou met minder dan een kwartier te gaan wellicht de beslissing kunnen zijn. Het applaus is terecht, evenals de overwinning voor de thuisclub. Het levert de Graafschap een staanovatie op en 3 kostbare punten. In de gladheid. De slimste en daarmee ook de snelste. En de bal weer goed teruggelegd. Hersie dit keer. Hersie haalt uit. Het is raak. Binnenkant paal. Hij kan draaien, hij kan keren. En hij kan ook nog eens heel zuiver mikken. De Graafschap op voorsprong. Ex-Vitesse speler Hersie scoort. Maar met dank ook aan de Ridder. Want kijk eens wat hij hier doet. 2 man kwijt. Dat gaat wel heel simpel natuurlijk. Niemand die hem echt serieus achtervolgt daarna. En dan mag Hersie dit doen. Dit doen. En dit doen. Dat is ook wel mooi gedaan door Hersie. Zo is het. Maar slecht verdedigd. Eigenlijk niet verdedigd door Vitesse.
Jongsleger. Hessie vraagt en dat balletje is uitstekend van Jongsleger. Hessie scoort. De beste mogelijkheid voor de Graafschap is raak. Een uitstekende voorbereiding. De werk is van Jongsleger en het niet gezegd. Hessie blijft heel rustig. Pleneer is de bal kwijt. Meijer doet het goed. En dan Jongsleger. Uitstekend. Let op. Het balletje dat er hier precies tussendoor past. En geen buitenspel. Pasveer komt dan wel. Gaat liggen en is dan kansloos. Hard laag en die gaat erin. Tjongejonge. Wat een merkwaardige goal. En het is Hugo Vargas. Koude wissel dus van Kalesic. Niemand zit aan die bal. Ja, Romero. Maar ja, die raakt hem als laatste. En de bal loopt over de doellijn. En zo lijkt... Poepon. Opeens vandoor. En maar een schieten. Nou, niet eens zo gek. Uit het niets is hij daar. Voor het eerst dat hij überhaupt kan gaan denken aan een schot op doel. Dat is nog niet eens zo makkelijk. Met ook de Kler die daar nog in komt lopen. Dan is het een hele aardige poging. Maar rijdt op Poepon. De vrije trap is goed en die zit er zomaar in. Zo scoort de Graafschap ook nog. Broekhoff. De Kuip wordt gek, maar dan wel in negatieve zin. Dit kan er ook nog wel bij. Onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Het is een beetje de eerste echte kans die ze krijgen, maar hij zit er meteen in. Svent, Wielaar, dat van Angelon, Sebens en de Ridder. En ook Poepon voorin bij de tweede paal duikt Roos op. Dat is de beste topper, zo kan hij kroken. Wat een geweldige goal! Binnen een minuut staat de Graafschap naast Roda en is het de Ridder die de bal buitengewoon knap in de verste kruising schiet. En het staat 1-1. De Ridder. Vasthouden van Pereira, maar het kan door, want hij blijft aan de bal. Dan moet de Poepon er misschien wel vanaf blijven, maar zo kan het ook. En is het toch weer heel snel gelijk. Maakt Poepon het doelpunt tegen zijn oude club. Hij neemt hem aan, er staat geen buitenspel. Hij lijkt dan heel rustig, schuift hem door de benen van Verhulst. Absoluut geen buitenspel. Daar komt Verhulst op tijd. Alleen is het doel nu wel leeg. Dat heeft Rozen gezien. Ha, helemaal niet zo gek geschoten. En dan opgevangen door Vargas. Die wil hem voor zijn linker. En schiet die bal erin. De Graafschap op 2-1. Weer een drama voor Willem II. Dat eraan zit te komen. Verhulst. Trapt de bal niet over de zijlijn, maar Roze is daar nog. Die doet het heel goed. Want houdt in ieder geval zo de druk op het doel. En daar profiteert Vargas van met een bekeken schot. Maar Verhulst, omdat hij op de weg terug was en de andere kant op liep. Kijk eens, de Ridder gevonden. Met dat paasje tussendoor. En de Ridder die weg kan heel gevaarlijk zijn. Poepon moet het afmaken en Poepon maakt het af. De eerste, de beste aanval van de Graafschap die het te doet is raak. Met op Poepon daar bovenin. Ja, die houdt hier inderdaad zijn tegenstander Leeuwin vast en heeft daardoor meters voorsprong gekregen. Dat is waar. Slim van Poepon, want onze camera heeft het ontdekt. Maar ook pas nadat het delict is gepleegd. Wat doe jij hier nog? Ja, ik laat jou ook liggen, maar wat doe jij hier nog? Op zoek naar Rozen, maakt hem in één keer en maakt een geweldige goal.
Want hoewel de gelijkmaker van Meijer, valt die toch. Valt die toch. 2 minuten voor tijd. Oh, dat doet zeer in Enschede. En daarmee wordt de Graafschap beloond. Het is overigens nog niet gedaan. We zitten een minuut voor het einde. Voor speelt hij naar de Ridder. Die draait weg bij Fleuren. De Ridder naar Pocon. Oh, de aanname is goed en dan is dit 1-0. Ja. Hij stond al 6 wedstrijden droog. Rijdel Pocon. Maar hier wordt hij perfect aangespeeld. De aanname is ook uitstekend. En Pocon schuift die bal dan heel beheerst langs Gentenaar.